Yo, kijk eens, leuk. Ik ga naar een gloednieuwe video. Ik ben Spawater en ik ben vandaag samen met niemand minder dan mijn buddy, de Spawater Level Check. Ja, jongens, dit is de Level Check. Heel simpel, niet uitdringen. Mensen vroegen waar we spawnen. Nou, we gaan een korte video een beetje de updates tonen over de server. De datum is ook online. Dat is namelijk 7 september. Dat is namelijk zaterdag. We zijn vandaag zondag als deze video online komt. Zaterdag 7 september. We zijn de 1 september, dus over 7 dagen exact. Zaterdag 7 september. Om 19 uur, dus 7 uur 30 in de avond. 19 uur 30 gaan wij open met tal van giveaways, tal van dingen, eventen, bla bla bla. Beta rank zijn totaal uitgegeven. Woensdag namiddag ga ik nog een keer, woensdagavond bedoel ik, ga ik nog een keer live. Geef ik nog 1 beta rank weg. De server is al heel veel verder. Kunnen we zeggen dat we alle doxen bijna klaar hebben. Het enige, de inkoop is klaar. De KVK is bijna klaar. De gemeente is ook bijna klaar. Het bouwbedrijf is ook bijna klaar. Het enige wat nog totaal niet klaar is, dat is de loot crates en het politiekantoor. We hebben nog een hele week omdat de fixen plugins zijn ook bijna. Plugins zijn voor 80% gefixt, dus dat is al een begin. Ik ga een paar updates tonen en dat is namelijk dat het politiekantoor zowel goed als, ja, niet af is, maar dat het toch al erop begint te trekken. Dus dat kan ik al een beetje zeggen. Dat alle winkeltjes die klaar moesten staan al gebouwd zijn. Dat het bouwbedrijf ook bijna klaar is. Ja, ja, jongens. Wat wil ik nog tonen? De mine-update is ook heel veel gevraagd. De mine-update is er dus ook. De farm-update komt pas als de server 2 weken open is of zo. Dat gaat komen. Er is ook een level-systeem bijvoorbeeld. Hier moet je level 25 plus zijn om deze te kunnen kopen. Dit zijn hoogbouwplots. Heel simpel. Heel nice. Super tof. Super leuk. Ja, ja. Jongens, je kan trouwens ook niet meer coins kopen. Je kan enkel nog Lucky Shards kopen. Met Lucky Shards kun je krediet openen, bla bla bla. Maar het is allemaal veel ingewikkelder. Allemaal volgens de voorwaarden van de EULA. Dus we zijn nu volledig in orde. We zijn hier nog bezig met een tweede mine aan het klaarstomen. Dus er komt nog een tweede mine aan. Want nu zelf al met de beta hebben we een tekort aan mensen. Want zoals je ziet, wordt er echt als een zot gemined. Kijk, Sander is ook alweer heel de dag bezig. Dus het is echt helemaal hek, hek, hek. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld Smit. Hier kan je... wacht... Dus hier heb je bijvoorbeeld de smid. Hier kan je pickaxe voor 60 euro verkopen. Hier heb je mijnwerker Teun en hier kan je spullen aan verkopen. Zo simpel is het allemaal een beetje. Zo begint het allemaal een beetje op te trekken, jongens. Dit was een korte, kleine, krachtige update video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik kon niet meer tijd erin steken, maar toch heb ik zoveel mogelijk tijd in deze video gestoken. Want ik ben echt enorm druk met de server. Vanaf de server 100% klaar is en wij open zijn, ga ik weer meer live en video's maken. Wil ik 3 video's per week en 2 livestreams per week knallen. Dat zijn 5 dingen in totaal. Dus doe de blauwe duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker. En join de Discord in het linkje. En zet de server al klaar. 7 augustus om 19 uur 30. 7 uur 30. En dan zeg ik tot de volgende keer. Letters! Let go, you decide if you ever...